Wat je ziet is ja, belangrijk. Ik vond 4 jaar geleden al indrukwekkend eigenlijk. Dat is nog steeds zo, omdat mensen... Ja, het kan u en mij ook overkomen. Hè, dat, je, ja, dat er dingen gebeuren in je leven waardoor je ja, op een gegeven moment misschien op straat terechtkomt. Of in de schulden. Of een combinatie van dingen. Of drugs of alcohol. Het is natuurlijk fantastisch als je dan naar een plek kan waar je weer wat ritme krijgt. En ik denk het verschil met 4 jaar geleden is dat de groep wat gegroeid is. Dat ze nu op een plek zitten. Ja, ik vind het heel mooi. Je ziet er wel toekomst in voor dit project? Ja, ik ben natuurlijk geen deskundige op dit soort projecten. Ik kom hier om ervan te leren zelf. Hè. Dus ik wil nou niet hier weggaan als een soort deskundige op projecten zoals deze. Maar ja, als leek zou ik zeggen, en ik heb het voordeel dat ik wel meer projecten in het land zie, dat dit wel een hele bijzondere aanpak heeft. Omdat het lange termijn is, mensen geduld hebben en het is gaan groeien. Dit kun je niet in een maand, je kunt niet het gras uit de grond trekken en denken dat het sneller gaat groeien. Je moet echt tijd nemen en dat zie je wat hier toch het effect heeft. Neemt u het mee naar Den Haag? Ja, nou ja, ik neem alles mee naar Den Haag, maar het is natuurlijk vooral een verantwoordelijkheid voor gemeenten. En wat ik vooral vandaag wil bekijken is hoe gemeenten nou omgaan met al die nieuwe taken. Om ja, voor u en mij als inwoners van de stad ervoor te zorgen dat als er problemen zijn met jeugd, hè, jeugdhulpverlening of met schulden, inkomen of zorg, hoe dat nou allemaal met elkaar verbonden wordt. En dan zijn dit erg mooie projecten.